Je adem inhouden, is dat ook een vorm van hyperventilatie? En waarom houden we soms onze adem in? Om dat uit te leggen gaan we eerst weer even terug naar die oertijd, waarin onze angstreactie vandaan komt. En dan wat dat is, onze adem inhouden, dat was namelijk een manier van overleven. Je adem inhouden, zodat de vijand je niet kon horen. Want dat heeft het natuurlijk een functie. Hè? Want op het moment dat jij je adem inhoudt, dan kan die rondsluipende, hè, dat gevaarlijke dier of die vijand, die kon je niet horen. En daar komt het dus eigenlijk vandaan. Maar ook houden we ons adem in als we geconcentreerd bezig zijn. En je herkent het vast wel als je ooit eens een draad door een naald hebt willen halen. Je houdt dan heel even je adem in, zodat de beweging van het inademen, dat je die niet hebt bij zo'n precies werkje. En misschien kijk je ook wel eens wintersport, biathlon. Nee, dat is dat ze gaan langlaufen en schieten. Ook dan houden ze heel kort hun adem in op het moment dat ze schieten. En dat is weer, ik kijk altijd heel graag wintersport, zoals je misschien weet. En nou is biathlon niet mijn favoriete wintersport om te kijken. Maar ja, soms dan blijf ik even hangen. En dan gaan ze heel intensief langlaufen. Dat is natuurlijk heel zwaar. En dan moeten ze schieten, liggend of staand. En op het moment dat ze gaan schieten, houden ze altijd even hun adem in. En dan ademen ze weer heel snel door. En dat is om dat moment van schieten. Ja, dan heeft het natuurlijk echt een functie. Want op het moment dat je dan zou ademen, dan beweeg je natuurlijk met je geweer. Dus op het moment dat je adem inhoudt, kan je dat veel beter fixeren. Het is hetzelfde wat er gebeurt op het moment dat je natuurlijk die draad door die naald heen wil halen. Maar ook als wij schrikken, slecht nieuws krijgen, veel piekeren, hevige emoties ervaren, die we liever niet voelen onder andere, dan houden we ook vaak onze adem in. Nou, als je dat herkent, dat je ook vaak je adem inhoudt, ja, dan is dat dus wat er waarschijnlijk ook bij jou gebeurt. Je houdt je adem in door concentratie of door stress. Nou, is dat op zich natuurlijk niet echt een probleem, hè, als je dat 1 keer per dag zou doen. Maar aangezien jij ja, misschien het wel vaker doet, is het natuurlijk wel belangrijk om even te weten wat er gebeurt en hoe je dat kunt ja, veranderen. Nou, dat vasthouden van je adem is dus een gevolg, hè, van schrik, paniek, stress of concentratie. Maar ook je adem inhouden zorgt weer voor een schrik- en stressreactie, waardoor je vaak gaat overademen. Want na het inhouden van je adem wil je lichaam dat onbewust weer compenseren en ga je overademen of je neemt een flinke hap lucht. Dat, je kent het wel. En die flinke hap lucht die geeft vaak weer spanning op die borstkasspieren en vooral ook op je middenrif. Wat dus weer klachten kan geven van pijn op je ribben en bij je middenrif. En je middenrif, dat zit aan de onderkant van je ribben, bij het hoogst van je maag. Nou, die kan heel erg vervelend pijn doen. Daar heb ik al vaker over verteld. Er staat heel veel over op mijn website uitgelegd. En dat is een hele bekende klacht bij hyperventilatie. Het last van je middenrif. Nou, wat ook belangrijk is om bewust van te zijn, is dat als jij je adem inhoudt of vastzet, dat je daardoor veel spanning maakt in de borstkas en bij je ademhalingsspieren. Ja, je zult je borstkas aanspannen, je middenrif spannen, je buik trek je vaak in, je schouderspieren span je aan en misschien zelfs ook wel je keel en je gezichtsspieren. Het geeft dus heel veel spanning waar je last van krijgt, want het adem inhouden, dat kost best wel wat kracht. En dat is natuurlijk een contra- en tegenbeweging. Je moet wel moeite doen om je adem vast te zetten. Nou, hou jij ook vaak je adem in? Hou dan eens een tijdje bij wanneer en waarom je dit doet. Als je dat namelijk duidelijk voor jezelf hebt, dan kan je dat ook ja, eerder doorbreken. Bewustzijn is namelijk altijd de eerste stap. En hou jij je adem in als je geconcentreerd aan het werk bent? Of doe je dat uit een paniekreactie als je schrikt bijvoorbeeld? Nou, heel vaak geeft dit vast en inhouden van je ademhalingsspanning op dat middenrif, hè, waardoor die vaak ook heel gespannen wordt. En dat merk je door dat gespannen gevoel ter hoogte van je maag, onderkant van je ribben. Nou, als jouw middenrif vaak weer meer ontspannen is, dan ga je namelijk ook weer rustiger ademen. Nou, ook dat dus dit vasthouden van je ademhaling, hè, dat is dus echt een vorm, kan het dus een vorm van hyperventilatie zijn, omdat het een verstoring van je ademhaling is, wat na een tijdje klachten kan geven. En dan niet zozeer het inhouden van je ademhaling op het moment zelf,
maar meer de reactie erop. Hè? Dus die spanning die je opbouwt van je ademhalingsspieren, je borstkas en je middenrif. En die verkramping die ontstaat. Maar ook omdat je daarna de neiging hebt om te overademen. Dat je die extra hap lucht wil nemen bijvoorbeeld. Nou, wat kan je er bijvoorbeeld aan doen? Jij merkt als je geconcentreerd bezig bent dat je dat heel snel doet. Dan kan het helpen om bijvoorbeeld een beetje te neuren hiermee met de radio of met een liedje. Hardop te tellen wil helpen. Want zolang je moet praten, en moet je ook ademen. Maar het is ook belangrijk om eens te kijken van wanneer doe ik dat en waarom doe ik dat. En vanuit daaruit kan je natuurlijk dan naar oplossingen gaan zoeken. En het is ook gewoon heel belangrijk dat je gaat werken aan die ademhalingsspieren. Maar vooral dat middenrif. Want als die meer ontspannen is, zal je ook vaak minder de neiging hebben om je ademhaling vast te zetten. Weet je niet hoe je je middenrif kunt ontspannen? En dan heb ik daar uitgebreide online training over. Hè? Online cursus met allemaal oefeningen en uitleg en tips over hoe je dat middenrif kan ontspannen. Dus als je dat herkent, adem vasthouden. Maar vooral als je herkent dat je veel last hebt van je middenrif, omdat je daar klachten van hebt. Ja, dan is het zeker aan te raden om die cursus te volgen. Nou, heb je hier vragen over? Kijk dan zeker even op mijn website www.hyperventilatiecoach.nl, want daar staat superveel over uitgelegd, over dat middenrif, over die ademhalingsspieren, over ademhalingsoefeningen, eigenlijk alles wat met stress en ademhaling te maken heeft. Bedankt weer voor het luisteren en tot mijn volgende aflevering.